Dag Laurence en Jason. Hallo. Hallo. Bedankt om even tijd te maken voor Strekenwijven. Ik ben hier al een aantal keren geweest in het restaurant. En ik moet toegeven, Atelier Hist is niet zomaar een restaurant. Hè. Jullie koken heel vaak op verschillende manieren met lokale producten. Maar wat inspireert jullie eigenlijk om dat te doen? Wij werken eigenlijk vooral volgens seizoen. En in het seizoen worden wij dan getriggerd door dingen die aanwezig zijn. Of we leggen op of we fermenteren, waardoor dat we uit het seizoen ook kunnen werken met wat lokale producten. Mm-hmm. Dat is zo eigenlijk een beetje onze draad voor het restaurant. Oké. Hoe selecteren jullie de lokale ingrediënten die jullie gebruiken? We proberen eerst kwaliteit. Dat is nummer 1. En dan gaan we proberen om zo dicht mogelijk iemand te vinden dat dat heeft. Mm-hmm. En dan ja, spreken we met de boeren of met de ja, eender wie. En ze kijk, dat willen we graag dat seizoen hebben. Die grote, die... Ja, dat is een beetje samenspraak allemaal. Ja. Wat zijn voor jullie dan eigenlijk de voordelen om te werken met lokale ingrediënten in plaats van met producten van elders? Oh, dat is vooral eigenlijk, ja, dan kunnen dingen ook gaan bezoeken. Ja. Je kunt contacten leggen met die mensen, mm-hmm. Je kunt hun producten gaan leren kennen. En vooral ook leuk ja, dat dat meestal mensen zijn dat je na jaren ook wel al kent. Waardoor dat je dan ook een andere band en een ander contact hebt. En dat zij wel weten op den duur van oké, dat is wat dat zij nodig hebben. Mm-hmm. Op die manier. We kunnen ook gaan spreken met een boer bijvoorbeeld. En zeggen, kijk, ik wil nu met dat gaan werken of volgend seizoen. Mm-hmm. Ik wil dat op die manier gaan brengen. Ik wil dat die grote, zoals ik daarnet ook zei. Als je dat doet met iemand van buitenland of zo, is dat zeer moeilijk om dat ja, in samenspraak te doen. Absoluut. Ook, wij steunen graag mensen van dicht bij ons, in plaats van een groothandel waar wij geen band mee hebben of zo. Dus, ja, kennen jullie dan, of waar halen jullie de producten dan? Is dat lokale marktjes? Zijn dat lokale producenten? Waar het is moeilijk om naar markten te gaan voor ons, omdat we natuurlijk heel druk bezig zijn in het restaurant altijd. Mm-hmm. Dus we hebben een aantal leveranciers, bijvoorbeeld Koolmees, één iemand, die gaat eigenlijk over heel België bij allemaal boeren gaan producten ophalen, allemaal biologisch. En die brengt dat naar ons eigenlijk. Daar hebben we nog een beetje echt lokale mensen, voor bloem, voor groenten, seizoensschuur bijvoorbeeld, voor asperges. Zo dicht mogelijk. En dan hebben we een paar mensen die we nog brengen ook. Ja. Oké. Okay. En zijn er zo al een keer op een culinaire verrassing gestoten tijdens dat ontdekken? De meest culinaire was cadeau. In Kopenhagen. Niet lokaal. Dat is niet lokaal. cadeau in Kopenhagen, waar we heel veel inspiratie hebben uitgehaald. En op Bornholm. Ja. Dat is een eiland. Ja. Oké. Okay. Dus... Wij werken heel veel met fermentatie, pure producten. En in die landen, Scandinavië, is dat echt ongelooflijk wat die daar doen. Mm-hmm. Alles komt van, alles, toch veel komt van daar, van het hele. En we leven daar veel uit. Dus daarom. Oké, fijn. Ja, ik weet uit ervaring dat je super lekker kan eten. Dus ik denk dat ik misschien gewoon de daad bij het woord ga voeren. En eens ga proeven van al dat lekkers hier. Is we gaan dat maken. Ja, perfect. Top.